Het is bijna 10 voor 11. Het is tijd dat wij nog even hoor en wederhoor gaan plegen. Dat gaan we doen met Astrid Rotering. Zij is van Jeugdbescherming West. En ja, het was een avond vol heftige verhalen. Maar liefst 7 families kwamen er vanavond aan het woord. Ze missen hun kinderen gigantisch. Dat is te begrijpen. Soms zijn het slachtoffers van bureaucratie. Of hebben ze simpelweg geen keuze gehad. Maar willen ze alleen maar weten hoe het met hun kind gaat. Het zijn stuk voor stuk drama's. En ik vond het dan ook echt heel erg dapper dat men hierover op de radio durfde te spreken. Eerder hoorde u al een medewerker van Jeugdformaat, omdat wij het belangrijk vinden om ook de zorg zelf een stem te geven. Als het goed is, heb ik op dit moment Astrid Rotering aan de telefoon. Zij is van Jeugdbescherming West. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben vanavond ontzettend veel verhalen gehoord. De problematiek is soms groot. Om maar even met de deur in huis te vallen, welke rol speelt Jeugdbescherming West als het gaat om het uit huis plaatsen van kinderen? Ja, Jeugdbescherming West speelt een rol op het moment dat er een situatie is dat een kind niet veilig kan opgroeien. Het is niet zo dat Jeugdbescherming West alleen maar bezig is met uit huis plaatsen van kinderen. Want gelukkig is dat ook nog steeds een uitzondering. Wij zijn er als er dus zorgen zijn over het opgroeien van een kind in een gezin. En die zorgen kunnen geuit worden door de rechtbank en door de Raad van de Kinderbescherming. En dan kan het zijn dat als wij met het gezin aan het werk zijn en we zijn het gezin aan het begeleiden, dat we op een gegeven moment denken van nou misschien is het ook verstandig om eens te kijken naar een andere plek voor een kind. En dat proberen wij ook altijd zoveel mogelijk gewoon in samenwerking met de ouders te doen. Dus heel vaak kunnen kinderen ook gewoon thuis blijven waar dan een probleem is in de veiligheid en de ontwikkeling van het kind. En soms komt het inderdaad voor dat wij de rechter een advies geven. Zo van wij denken nu dat het hier op dit moment in deze periode niet goed genoeg gaat. En dat wij de rechter dan een advies geven om te kijken naar een andere plek. En we doen dat ook altijd om ook de ouders te vragen van wat hun visie daarop is. Het is een ingrijpende, aangrijpende maatregel in deze. Snapt u ook de frustraties van de ouders die soms echt enorm hoog oplopen en het vaak hartverscheurende gemis als je je kinderen niet meer ziet? Nou, natuurlijk begrijp ik dat volledig, want het allerdierbaarste bezit is je kind. En ouders die willen natuurlijk gewoon heel graag een goede ouder zijn voor een kind. En dat weten wij ook en dat willen wij ook heel graag met de ouders bereiken. Maar er kunnen soms gewoon situaties zijn dat het even niet lukt. En dat kan soms heel kort zijn, dat het even verstandig is. Het kan ook soms wat langer zijn. Het is ook verschillend. Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld sprake is van een verslavingsproblematiek bij ouders. Of dat er criminaliteit in het gezin is of heel veel geweld. En dan zijn het situaties dat het soms goed is om even iets anders voor het kind te kiezen, zodat hij zich daar verder beter kan ontwikkelen. We hebben vanavond gesproken met ook wat oudere kinderen, familieleden, ouders in deze. We hebben het gesproken over allemaal bijzondere, verschillende zaken. Elke casus is natuurlijk weer anders. Ik heb wel gemerkt, en dat geeft men ook aan, erover praten, dat lucht in elk geval op. Nu lijkt me niet radio het eerste medium dat je daarvoor gebruikt. Welk platform is er voor ouders eigenlijk beschikbaar om binnen de jeugdbescherming ervaringen uit te wisselen, klachten te delen en misschien ook wel positieve verhalen op te tekenen? Bestaat er zoiets? Ja, dat bestaat ook. We hebben meerdere mogelijkheden ook voor ouders om hun klachten uiten. Dat kan ook natuurlijk altijd bij de jeugdbeschermer die met het gezin bezig is. Maar soms kan ik me heel goed voorstellen dat dat nou juist over de jeugdbeschermer gaat. En dat je het juist met een ander wil bespreken. Dat kan ook gewoon natuurlijk met een manager. Maar wij hebben ook onafhankelijke mediators die kunnen helpen om te kijken hoe wat we met de klacht kunnen doen. Maar wat we ook hebben, en dat is denk ik ook wel heel mooi, dat is een cliëntenambassadeur. En die cliëntenambassadeur, daar kunnen ook gewoon ouders terecht als zij daar ook vragen hebben en als zij ook graag met andere ouders het gesprek aan willen gaan. Dat kunt u ook vinden bij ons op de website. En wij organiseren daar ook mogelijkheden voor dat ouders ook met elkaar het gesprek aan kunnen gaan en ook adviezen kunnen geven aan de jeugdbeschermers die dit werk dagelijks doen en altijd klaarstaan om te kijken hoe we het voor de kinderen en de ouders zo goed mogelijk kunnen neerzetten. Astrid Rotering van Jeugdbescherming Westbestuurder al daar. Ik wil u danken voor uw bijdrage. Graag gedaan. 100%.
Dossier Mastenbroek. Den Haag.